Suriname staat op de eerste plaats in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied met het beste milieubeleid. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van milieubeleid. Zo blijkt uit de nieuwste cijfers van de Environmental Performance Index, EPI. Suriname is van plaats 81 in 2020 gestegen naar plaats 36 in 2024, waarmee het nu in de top 40 van landen met het beste milieubeleid staat. Deze ontwikkelingen kondigde minister Mashanu Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, gisteren op een persconferentie aan. Dasai ziet deze vooruitgang als een positieve verandering, maar onderstreept dat er nog steeds gewerkt moet worden aan verschillende zaken. Waar wij zeker ons werk beter moeten doen, dat is op het gebied van pollution control. Zoals u weet, in bepaalde sectoren vindt er vervuiling plaats en dat moet worden aangepakt. En het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu doet voornamelijk beleid. En het was heel moeilijk om in de afgelopen tijd te werken aan handhaving. En ik deel ook mee aan u vandaag dat we aanstaande vrijdag de proclamatie hebben van de NMA. Dat staat voor de Nationale Milieuautoriteit. En het is heel belangrijk om te weten dat een van de taken, of ja, de belangrijkste taak van de NMA is pollution prevention en pollution control. Dasai zei dat het ministerie zich heeft gericht op verschillende beleidsdomeinen, waaronder biodiversiteit, waterbeheer, landbeheer, klimaatverandering en afvalbeheer. Een belangrijk onderdeel van deze inspanningen is de herziening van het National Biodiversity Strategy Actieplan. We hebben een geactualiseerde National Biodiversity Strategie en Actieplan. En dit plan biedt een uitgebreid kader voor het behoud van onze rijke biodiversiteit. We hebben een Biosafety Plan update gedaan over LMO's en GMO's, u weet waarvoor LMO staat, Living Modified Organisms. Het zijn zaken die vanwege die hoge technologie van het buitenland, waarmee we geconfronteerd raken. Bepaalde producten, het kan zijn dat er LMO's en GMO's in voorkomen. Bijvoorbeeld, ik noem even een voorbeeld, de tomaten of de appels die we importeren, die zien er zo mooi uit en zo groot uit. En de kans is groot dat men LMO's en GMO's erin verwerkt. Dus dat is heel belangrijk om beleid te maken daarvoor. En we hebben dus op dat gebied wetgeving gemaakt. En hierover komt er een besluit, een staatsbesluit. Het is het MEA-besluit, het milieueffectanalysebesluit, dat binnenkort uitkomt. Het ministerie heeft eveneens gewerkt aan een grondige evaluatie van de waterkwaliteit. Dit is in diverse woongebieden uitgevoerd om de huidige staat van het water in kaart te brengen, besloot Dasai.